al lekker op reis. Ik heb er zin in. Jij hebt er nu al zin in, hè? Ja, ik vind geweldig reizen, zeker. Het jaar is net pas begonnen en we gaan al heerlijk op reis. En dat doen we vandaag met Carine Heijsteeg uit Almere. Carine, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Ja, Carine, je komt uit Almere, hè? Ik woon in Almere, ja. Is dat een leuke vakantiebestemming, Almere? Nou, ja, het staat niet bovenaan mijn lijstje. Oh, nee? Ah, je woont er wel graag. Ik woon er wel heel graag. Dat is natuurlijk wel een ander natuurlijk. Maar dat is namelijk, als je op vakantie bent, op een gegeven moment denk je, nu wil ik wel weer naar huis. Nu wil ik naar huis, ja. Absoluut. Toch? Dus uiteindelijk blijft dat altijd de leukste bestemming, ja. Als je weer naar huis mag. Klopt. Je werkt al behoorlijk lang in de toerisme, hè? Ja. Hoe lang werk je al? 20ste. Ja, dus dat is... Nou, dat weet ik niet hoe lang dat is, hè? Ik denk een jaar of 4 nu dan. 4? Nee, je werkt al sinds 2001 in toerisme. Ja, klopt. Maar je werkt nu ook voor jezelf. Ik ben 9 jaar geleden voor mezelf begonnen. Ja. Was dat een grote stap? Dat was best wel een hele spannende stap, inderdaad. Ja? En hoe heb je dat gedaan? Heb je gewoon op een gegeven moment dacht je van... ik wil niet meer voor een baas werken, ik wil gewoon zelf een... Want je hebt een reisbureau. Ja, klopt. Een franchise-onderneming is dat dan? Een franchise-onderneming, inderdaad. Ja. ZZP'er, zoals ze dat zo mooi noemen. Ja, het heet Personal Touch Travel. Personal Touch Travel. Wat is jouw personal touch als ik bij jou een reis boek? Mijn jarenlange ervaring, waardoor ik jou net even een stukje extra beleving mee kan geven op vakantie. Ja. Heb je altijd reizen verkocht of zelf ook op bepaalde bestemmingen toeristisch werk gedaan? Nee, ik heb altijd in Nederland gewoond. Ja. Dus ik ben nergens voor een hele lange periode geweest. Maar ik doe 5-6 keer per jaar een mooie... Voor je werk op vakantie. Lekker hoor. Eigenlijk is het de mooiste baan die je hebben kan. Ja. Het is een geweldige baan. Ja. Wat is de mooiste bestemming waar je nou ooit bent geweest? Zonder over de bestemming te praten waar we het nu over gaan hebben. Ik weet niet of dat misschien ook zo is, maar... Ik vind dat zo'n moeilijke vraag. Ja? Ja, want elke bestemming heeft toch zijn eigen charme. En... Nou, anders dan. Wat is de meest afschuwelijke bestemming? Je denkt, mensen zeiden me dat het zo leuk. Moeilijk natuurlijk. Nooit doen. Die gaat ze nooit meer verkopen ook, hè? Nee, maar een reis die je toch al nooit verkoopt. Nee. Een weekje Azerbeidzjan. Ik noem maar wat. Ja, nee. Is dat wat? Dat schijnt voor bepaalde mensen heel mooi te zijn. Ja, iedereen heeft eigen wens, hè? Dus er is voor elk land is er wel een... Maar is er nooit een bestemming waarvan je zegt, nou, voor mij is dat het niet? Voor mijzelf, ik ben geen strandligger. Nee, oké. Okay. Dus een bestemming als Scheveningen, waar alleen maar strand is. Ja. Vind ik leuk voor een dag of 2, 3, maar dan... Is het wel klaar? Ja. Want jou moet er echt dingen te beleven zijn. Je moet dingen kunnen zien. Ja, klopt. Ja. Ik moet wel zeggen dat... En dan is het ook nog eens best wel ver vliegen natuurlijk, de Malediven. Daar ben je niet zomaar binnen een paar uur. Maar wel heel leuk dan weer te combineren met Sri Lanka. Ja, kijk, dat ligt er natuurlijk vlakbij. Wat ik wel leuk aan Malediven vind, is dat je hebt natuurlijk van die huisjes in het water. Ja, die paal. Met een glijbaan. Ja. Dat je nou gewoon zo, dat is wel van... Ja, dat denk ik ook na 1 of 2 dagen. Maar die foto's die je erbij ziet, dat iedereen denkt natuurlijk direct aan vakanties als je die foto ziet. Ja. Dat is toch zo? Ik bedoel, dus verkoopt het ook, hè? Ultieme, inderdaad. Ja. Ja, dat maar er is eigenlijk niks te doen, maar je moet er naartoe. Ja, nou, dat klopt, inderdaad. Het is echt... Ik vind het de perfecte bestemming om te verlengen naar Sri Lanka. Dus op Sri Lanka lekker bezig zijn... doorvliegen naar de Malediven en dan gewoon even 2, 3 dagen gestrekt. Ja. Want waarom is het eigenlijk zo dat jij het toeristisch werk in het buitenland niet hebt gedaan? Want vaak zie je het wel, hè, dat ze dan het wat rustiger aan gaan doen... op die reisbureaus gaan zitten. Zo dan hebben ze eigenlijk alles al meegemaakt en dan gaan ze op de reisbureaus zitten. Ja, klopt. Maar waarom heb jij dat niet? Ik heb mijn man heel vroeg ontdekt. Oké. Okay. Ontdekt ook op reis? Op vakantie? Nee, niet op vakantie. Nee. Dus ik was vrij snel, want ik dacht, ik wil niet weg. Maar vind je dat geen gemis dan, dat je dat niet hebt beleefd, zeg maar? Echt in een land ergens of verschillende plekken. Je hebt ook heel veel van die... wonen. Ja. Ja, misschien wel. En ik moet heel eerlijk zeggen dat we nu ook wel heel stiekem zo'n beetje om ons heen zitten te kijken. Oh, kijk. Je draait het gewoon emigreren? Om. Je draait het gewoon om. Je gaat nu pas. Ja, precies. Okay. Ja, dat denk ik nou in de toekomst. Maar waar naartoe dan? Het kan van alles zijn. Ja, mijn hart ligt in Afrika. Dus ik zou heel graag naar Zuid-Afrika willen gaan. Och, en daar dan een mooie lodge runnen. Ja. Maar het zou ook zomaar Portugal of Spanje kunnen worden. Zou je dan ook meedoen aan Ik Vertrek? Kijk je dat? Ja, voor de marketing misschien wel. Ja, maar goed is ja. Maar dat is ook de reden dat ze het doen. Hè? Ja. Want denk eens, nou, die eerste klanten zijn al gelijk binnen. Want ze hebben al gezien. De interesse is gewekt. Het is wel leuk natuurlijk. Ja, dus je bent er net en binnenkort zeg je alweer Ik Vertrek. Nou, dat kan natuurlijk niet. Hè? En je neemt ons vandaag mee naar Jamaica. Ja, in het Caribisch gebied. Ja. Het is een eiland. Ja, het is een eiland. Het is een eiland. Ja, het is een groot eiland eigenlijk. Nee, het is 1/4 van Nederland. Oh. Dus het is eigenlijk maar een heel klein
eilandje. Ja, maar toch genoeg om het daarover te hebben. Maar je kan er zo ontzettend veel doen. Maar je begint gelijk te stralen. Ja, ja, mooi is dat, hè? Ja, 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 mooi. Hoeveel mensen wonen daar? Kleine 3 miljoen, hè? 3 miljoen mensen. Ja, ongeveer. Ja, ja, okay. Klopt. Nou, wat kun je er dan doen? Waarom moeten we daar naartoe op vakantie? Ja, nou, de meeste mensen denken bij Jamaica natuurlijk meteen aan strand. Rum. Ja, ja, ik denk altijd aan alcohol. Meeste, ja. Marco dan. Als we vakantiegericht denken, strand. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Maar Jamaica heeft zo ontzettend veel meer. Het heeft een prachtig binnenland. De hoogste berg is ruim 2200 meter. Dus het is ook echt nog wel bergachtig. Ja. Je kan er heel goed wandelen. Het heeft een onwijze geschiedenis. Dus met slavernij en dergelijke. Mm. Dus voor de cultuurliefhebbers is er ook ontzettend veel te doen. Je kan er surfen, duiken, snorkelen. Wat is de beste periode om naar Jamaica te gaan? Qua weer? Want volgens mij is het hele jaar door natuurlijk lekker daar. Het is het hele jaar door, zo rond de 28 graden. Je hebt ook orkanen en zo natuurlijk, hè? Maar je hebt periodes waarbij je je af moet vragen of het heel verstandig is. Echt in de zomervakantie hier lijkt het me geen handige keuze om daar dan naartoe te gaan. Dan zitten we in de regentijd. Ja. Dus op zich nog niet het orkaanseizoen. Dat begint meestal, ja, tegenwoordig is het lastig. Maar meestal begint dat in september. Dus dan als de grote zomervakantie. Hier voorbij is, gaan ze daar de orkaan in, ja. Precies. De beste tijd is december tot en met april. Oké. Okay. Dus echt onze winter. Ja, zoals we nu gaan, dan hebben we het eigenlijk hartstikke lekker. Het is heerlijk. Ja. Ja. Is het gevaarlijk? Het is een arm land. En waarom? In elk arm land is er criminaliteit, uiteraard. Maar ik denk als je je gezond verstand gebruikt, dat je daar als toerist heel veilig bent. Ja, hoe vaak ben je op studiereizen naartoe geweest? Hiernaar, naar Jamaica. Ja? Ik ben zelf één keer op Jamaica geweest. Dat was geen studiereis overigens. Was gewoon lekker vakantie. Oh, okay. Wel jammer, dat is mooi om te combineren, toch? Ja, ja, klopt inderdaad. Nee, dit was echt lekker 2 weekjes zelf genieten. Ja. Ja. Je zegt, het is een arm land. Is het ook goedkoop dan voor ons als Nederlanders? Het is vrij goedkoop om daar vooral het eten en dingen. Dat is echt wel. Waar moet je ongeveer aan denken? Stel, Han en ik die gaan samen op vakantie. Het is sowieso heel bijzonder. Moet je echt even inbeelden, hoor. Ja. Gaat niet gebeuren. En we gaan lekker uit eten 's avonds. En we nemen lekker een flesje wijn erbij. En we zeggen, nou, we nemen er nog eentje. Zeker. Een glaasje rum. Wat zijn we dan kwijt ongeveer met z'n tweeën? Dat vind ik zo moeilijk. Dat verschilt natuurlijk ook heel erg waar je zit. In het toeristisch gebied is natuurlijk altijd alles duurder. Ja. Omdat je lekker ergens achteraf. Maar stel dat wij zijn zo stom om toch in een toeristisch gebied te zitten. We betalen de hoofdprijs. Is het dan nog goedkoper dan in Nederland? Dan zit je alsnog wel goedkoper. Dat bedoel ik. Dat valt allemaal wel mee dan. Absoluut. Kunnen wij betalen? Ja. Ja, jij dan, hè? Nog meer bijzonderheden over. Je betaalt daar met de dollar, denk ik. Je kan daar met de dollar heel prima terecht. Ja. 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 Nou, het is dus, als je goed uitkijkt, is het niet echt gevaarlijk. Nee. Het is wat goedkoper dan Nederland. Ja. Prachtig natuur, schoon natuurlijk daar. Ja. Mooie stad, grote stad ook nog daar. Kingston. Ja, op Kingston Town natuurlijk, van UB40. Om in te gaan, ja, met het Bob Marley Museum. Ja. Oh ja, tuurlijk. Ja, Jamaica, dan denk je aan Bob Marley natuurlijk. Ja. 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 Dus maar is het een beetje te bereizen daar in het land zelf? Of moet je daar een autootje huren? Of wat doe je? Hoe doe je dat? Je kan een auto huren. Heel makkelijk zelf rijden. Het is wel aan de linkerkant rijden. Maar dat ben je zo gewend. Ja, dat heb ik een paar keer gedaan. Maar dat is toch wel even schakelen inderdaad. Het is, vooral met het schakelen. Het is want dat is het lastige. Ja, schakelen is lastig. Ja. Dus dat kan je prima zelf bereizen. De wegen zijn natuurlijk slechter dan hier. En het verkeer rijdt allemaal net even wat anders dan hier. Hoe is dat met openbaar vervoer? Is dat een beetje geregeld daar? Zou ik niet als eerste voorkeur. Nee? Nee? Dus mensen moeten echt een autootje erbij gaan huren? Ik zou een auto huren of een auto met een chauffeur als je zelf niet wil rijden. Of gewoon met georganiseerde excursies meegaan. Dus de grotere afstanden met openbaar vervoer. Nou, omdat het zo'n arm land is, denk ik altijd bij een auto huren. Dan zien ze natuurlijk gelijk aan je dat je een toerist bent. Ja, sowieso natuurlijk al vanwege, ja, als je blank bent, dat je blank bent natuurlijk. Ja. Dan zien dat, ja, ze halen het er gelijk uit. Tuurlijk. Dat heb ik in Amsterdam ook, als ik daar loop. Dan ja, maar dat lezen ze inderdaad, dat zien ze zo. Ja, dat zien ze zo, ja. Dus is dan de kans al niet groter dat je dan, ja, misschien wat overkomt? Tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Als toerist ben je altijd overal ter wereld eerder een doelwit dan. Ja, maar gewoon geen gekke dingen doen, hè? Dingen doen. Zorgen dat je je hotel weet te vinden voordat het donker is. Oh ja. Dat je in ieder geval in het donker geen zoekend target bent. Nee. Want dan, ja. Ben je wel erg. Nou, ze hoort het zelf niet. Ze moet even de koptelefoon opzetten. Ja, ik heb al eventjes lekker Bob Marley erop gezet. Oh, lekker Bob Marley. Steer it up. Ja. Leuk. Ja. Karin, dank je wel. Ja, graag. En heel graag tot de volgende keer. Dan neem je ons mee naar een andere bestemming.